via Cultura Week Magazine. Met Geeskens Bloemendaal, met kunstenaar Roel Theeuwe over de beelden in Park Merwestein. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. En wij gaan door naar Geeskens Bloemendaal. Ja, ik wil nog één linkje graag maken naar het koor. Ja, want het koor doet wel of het om zingen en muziek gaat. Maar bij de mijlpalen in Dordrecht die er de laatste 10 jaar geweest zijn, was het koor altijd betrokken met verbindingen naar jongeren. En dat vond ik mooi. We hebben 400 jaar Doorse Synode gehad. Toen hebben jullie samen met het Da Vinci College gezorgd voor het decor, et cetera. Wij hadden nu Sura als basis, of jullie hadden Sura als basis, niet ik. En voor de kantaten enzovoort enzovoort. Toen hebben jullie de basisscholen samen met Doepie gevraagd om de glas in loodramen te maken, die ook nog in de Trinitatis hebben gestaan. Ja. En zo proberen ze het ook over... Ja, ik heb er niks mee te maken hoor, maar ik denk, zo probeer het ook over te dragen. Ja, nee, de belangstelling voor muziek en de dingen die gebeuren. Ik vind het hartstikke aan jonge leuk mensen. Dat je dat toevoegt. Dus ja. dat vond ik bij de mijlpalen wel een meerwaarde van het koor. Dat jullie zingen, genieten en een muziekstuk kiezen, maar dat je ook jongeren van verschillende leeftijdscategorieën erbij betrekt. Ja. Dat was even ertussen. Diverse projecten hebben we gehad waar we jongeren bij betrokken hebben. Scholen, ook zelfs een projectje waar ze dus een deel uit de Matthäus Passion mee mochten zingen. Dat soort activiteiten. Ja. En dan moesten ze muziek luisteren en dan zeiden die kinderen, vals mevrouw. Ja. Ja. Er zit in de Matthäus natuurlijk ook een stuk met een kinderkoor. Dus, dat konden ze dan met, of een paar koralen, dat is niet zo moeilijk om even in te studeren. Dus dat soort dingen. Ja. Dat is het mooie van zo'n koor die al zo lang in de stad zit. Die heeft verbindingen overal in de stad. En die weet ze dan ook naar jongeren toe te leggen. En dat vind ik ook wel een taak eigenlijk. Van zo'n koor. Dat hopen we te blijven doen. Ja. Nou, zet hem op. Ja. Ik een hele leuke toevoeging. Dankjewel Geeske voor die extra vraag. Tot ziens Henny. Dan gaan we nu toch naar Park Merwestein. Ja. Jouw voortuin. Mijn voortuin, ja, dat is waar. Dat, Park Merwestein ligt al honderden jaren in Dordrecht. Dat verhaal kent denk ik iedereen. Vanaf 1600 al. En ruim 1800 hebben burgers van de stad het park aan de stad geschonken. Op voorwaarde dat de stad als een goed vader, zeker moeder, voor het onderhoud zou zorgen. Nou, dat is al die jaren gebeurd. Dus dat gebeurt af en toe wel. Een periode dat ook niet wel netjes. Gebeurt. Ik denk in deze tijd hebben we een fantastische parkwachter, Nico, die er echt heel goed voor zorgt. Ja. Dus nu gaat het goed met het park. Ja, hoewel er was een tijdje geleden enig ophef dat de gemeente haar taken een beetje aan het verzaken was rondom het werfje. Weet je, ik denk, daar moeten we het nu niet over hebben, want dan komen we op het vastgoedbeleid van de gemeente en het verkopen van alle historische panden. En daar kun je we zitten hier in zo'n pand. Daar kun je genuanceerd over denken. En ik heb het liever over de kunst in Park Merwestein in 800 jaar stad, dan over hoe jammer het is dat al die historische panden weggaan. Ja, nou laten we snel naar de kunst in 800 jaar stad gaan dan, waar het park echt eeuwenlang ook een centrale rol in vervulde. Dus, laten we daarnaar kijken. Er is nu, en volgens mij is die afgelopen week ook net geopend. Hij is nog niet geopend. Ik las toch duidelijk een tweet van meneer Sleking. Ja. wij gaan net als hij niet mee in problemen rond corona. Wij wilden met de kunstenaars, en Roel die aan de andere kant zit van jou, is een van de kunstenaars die ook heeft helpen opbouwen, wilden wij een opening doen voor de stad met de kunstenaars enzovoort enzovoort. Dat was gepland. Dat mocht niet, maar wij wilden toch een feestelijk moment. Maar vanuit het stadskantoor werd gezegd, mag maar met 2 mensen, denk aan. Dus we hebben een digitale opening bedacht. Mm-hmm. Het geld wat voor de opening besteed zou worden met het glaasje en het drankje is nu besteed aan een YouTube-filmpje. Dat gaat 1 april, wat de openingsdatum zou zijn, online. Okay. En Piet Sleking en de kinderburgemeester hebben heel fijn meegespeeld. Oh, wat leuk. Ja, ik heb altijd sowieso een zwak voor de kinderburgemeester. Ik vind het leuk om die ook in dat soort... dat gaat ook over de verbinding naar jongeren. Dat vind ik heel leuk om daar te zien. Dat is wat kunst ook moet zijn. Hè? Ja. Kunst moet een verbinding zijn tussen je woon- en leefomgeving, maar ook tussen jong en oud en tussen mensen van verschillende achtergrond. Ja. En als we nu gaan kijken naar wat er dan 1 april officieel met een YouTube-film geopend wordt. Beelden in het Park Merwestein. Hoeveel beelden staan er sowieso? En... Wat zijn nou een aantal van de meewerkende kunstenaars? Ik ga straks
Naar Roel, dat is er één van. Ja, Roel weet er heel van. Roel weet inhoudelijk heel veel van kunst en waarom het zo belangrijk is en waarom. Maar wij als buren van het park hebben gedacht, wij vinden als de stad 800 bestaat en vorig jaar bestond het park 135 jaar, dan willen we graag dat Dordtenaren leren kijken naar hun omgeving. Want je mag nu niet naar buiten, maar als je buiten loopt zie je nog heel veel kunst. Want een lantaarnpaal of een hek kan ook, hè, ja, kunst zijn. Nou, kijk dan, Henk, maar kom in het park naar andere kunst kijken die daar speciaal neergezet is. En wij hebben gezegd, wij hebben geen echt thema, maar ons thema is jong en oud. Dus we hebben jonge kunstenaars. Ze moeten allemaal een binding met Dordt hebben. We hebben jonge kunstenaars en we hebben wat kunstenaars die wat ouder, meer ervaren zijn. Dat zie je in het werk wat er staat. We hebben oude werken die al tig oud zijn. En nou ja, niet ouder dan 1991, geloof ik. Maar we hebben ook werken die nu nog in de afrondingsfase zitten. Ja, dus dat is ook heel mooi. Hè? Dat is echt van toen en nu. Dus ik ga even naar een van de jonge deelnemende kunstenaars. Dankjewel. Roel Teeuwe. Inhoudelijk weet je er heel veel van, zei Geeske net al. Kun jij een schets geven van de lijn die er valt te ontdekken als we deze beelden allemaal gaan bekijken? Hoe zit dat inhoudelijk in elkaar? Nou, een echte lijn zit daar nooit in. Je praat toch over beelden van mensen. En die mensen zijn heel verschillend, denken heel verschillend, doen heel verschillend. Ze zijn wel gegroeid in een soort cultuurhistorie. Maar, ja, dat natuurlijk wel. Dat zijn we allemaal. Dat zijn we door gevangen, of we willen of niet. Of proberen we eraan te ontvluchten. We zitten daar toch een beetje aan vast. En dat mag ook. We hebben twee grote lijnen eigenlijk in deze tentoonstelling. Dus de jongere kunstenaars en de oudere kunstenaars. Ja. En daar zie je het verschil in natuurlijk. Dat is duidelijk. En hoe zou jij die verschillen duiden? Hoe als ik dat heel kort moet zeggen, dan zou je kunnen zeggen, de ouderen hebben nog heel veel gevoel bij materiaal. En bij uiteindelijk de uitstraling die zijn beeld heeft. Terwijl de jongere kunstenaars vooral heel veel inhoudelijke dingen in hun werk leggen. Met name de kwestie van waarom maak je dingen? Hoe denk je erover? Die staan, wat dat betreft, zou zeggen, dichter bij de maatschappij. Het wordt bijna, ja, je zou zeggen, politici. Ze zijn vooral met hun gedachten bezig met wat kunnen wij als kunst bijdragen aan de gemeenschap. Terwijl wij ouwetjes toch heel sterk gericht zijn aan het hele concrete ding wat we maken. En waar je heel veel dingen aan kan ontlenen. Ja, maar die zit uiteindelijk toch voor ogen geborgen in onszelf. Kun je van een van de jonge kunstenaars die dan deelnemen aan deze expositie met een voorbeeld aangeven hoe die verbinding met die samenleving en met die inhoud er dan uitziet? Ik bedoel, welk werk schiet dan bij jou onmiddellijk door je hoofd heen? Nou ja, ik heb die folder hier nu bij me, want we hebben natuurlijk best een mooie folder. En dan kom ik bijvoorbeeld het beeld tegen van Ivo de Wijs. Als je heel, dat heel koud benadert, dan zeggen, dan staat daar gewoon een vuilnisbak met daar een auto op. Ivo van der Vat. Ja. En dat is het dan. Ja. Maar voor de kunstenaar zelf heeft dat beeld vooral betekenis in de zin dat het iets zegt over de maatschappij. Tenminste, zoals hij denkt, over de maatschappij. Hmm. En moet ik dan denken aan termen als wegwerpmaatschappij of we consumeren veel, maar we zijn er niet meer zuinig op? Of... Ja, dat gaat allemaal. Een beeld schept ruimte om te denken en dat hoort daarbij. Dat geldt voor de oude beelden, ook voor de nieuwe beelden. Maar de jongere kunst is ook meer toch geënt op toch het hele sociale gebeuren. De wereld die nu eigenlijk om hun speelt. Wij toch een soort gekke eeuwigheidswaarde altijd aan onze beelden ontleenden. Maar ook daar geldt, de beschouwer ontmoet en de beschouwer denkt. En de beschouwer moet eigenlijk met het beeld doen wat hij wil. Dat mag ook, dat moet ook. En ga ik weer even naar Geeske, want... Ik denk dat klopt wat Roel zegt. Hè? Of je nou oud of jong bent, het gaat om de interactie die je in het Merwesteinpark met de bomen hebt. Die je voelt in de natuur. Hè? Je hebt altijd andere geluiden. Hè? Als ik 's ochtends wakker word, zijn er andere vogeltjes dan einde dag. En als het herfst is, zijn de herten iets meer kabalig dan in het voorjaar. Dus het park heeft zijn geluiden, heeft zijn bomen en heeft nu ook zijn beelden. Ja. En er zijn drie standaardbeelden, hè, Petri, hè? Ja. Er stond een beeld van Jan Asjes van Dijk. Dat is wat verhoogd, want in de loop van de jaren was dat
wat gezakt. En er staat in het huis van de... Er staat een burgemeester nog, Wiegers. En in het huis van de tuin... van de parkwachter staat een houten hert. Ja. Dat zijn vier beelden die er altijd staan. En ja, daar zijn en er van nu... het houten hert herinner ik mij dat het helemaal schoongemaakt is. Want op een gegeven moment zag dat er heel mooi begroeid ook uit. En nu is het weer gewoon heel goed zichtbaar zoals het was. Ja, ja. Ja. Dat, en daar zijn dus nu 15 andere beelden bijgekomen, hè, voor een half jaar. En wij hebben als buren een dringend beroep op de gemeente gedaan om de 801 de boom te krijgen. Mm-hmm. Want vorig jaar schonk de stad 800 bomen om duurzamer als eiland, hè, als stad te worden. En die hadden ze allemaal op, maar toen hadden ze ons vergeten. Dat kan natuurlijk niet. Nee, dus wij hebben de 801 de boom. Nou, dat komt heel mooi uit, want we vieren ook 801 jaar stad. Ja. Dus, En die heeft al twee noten gehad. Het is maar, hè, dat het een vruchtbare boom is. Nu vertel je net ook al van die beelden, die staan er een half jaar. Ja. Is het nou niet een sluimerende ambitie dat je veel langer, of dat je permanent eigenlijk gewoon veel meer beelden in het park zou willen kunnen tonen? Een beetje vergelijkbaar met... aan de overkant van de rivier, de beeldenroute langs het water. Ja. Is de rol actief bij betrokken. Oké. Dan heb je daar een goede zitten. Ga ik naar rol toe. Ja, kijk, natuurlijk is het heel goed om in een omgeving die al de moeite waard is, er nog een schepje bovenop te doen. En ook voor beelden geldt natuurlijk, de plek waar je staat is belangrijk. Het is juist het integreren van elkaar. En een goed beeld kan je vernielen op een slechte locatie. En andersom geldt dat ook. Je kan een locatie ook verstrekken of ook zelfs verzwakken door er een beeld neer te zetten. En zo'n park is natuurlijk een prachtige omgeving. We hebben niet voor niks al heel lang geleden in datzelfde park een paar tentoonstelling gehad. Want je ziet een potentie in een park. Mm-hmm. Het leuke van juist zo'n volgroeid park, waarin die bomen echt, ja, als het ware als een soort beschermengel boven je beelden staan, ook steun geven aan je beelden. Ja, dan kan je heel veel doen, heel veel mooie dingen neerzetten die je ook daar echt werken. Ja, kan ik me voorstellen. En zijn jullie dan ook bezig om met de gemeente te overleggen om daar permanent wat meer te kunnen doen dan de paar beelden die er altijd al staan? Nee, daar zijn we niet echt mee bezig. Dat zien we ook niet echt als onze directe taak. Wij zijn met dat een beetje arrogant ook. We denken, kijk, we maken beelden. We stellen ze graag beschikbaar voor zo'n doel als nu. We willen ze graag verkopen. Mm-hmm. Maar je moet er niet mee gaan leuren. Ja. Nee, dat zou dan eerder vanuit de buurt moeten gebeuren. Of dat zou mogelijk... Er is ook een stichting Park Merwestein. Hè, ja. Die is niet zozeer bij dit project betrokken. Want het is echt van de omwonende buren. Ja. Maar die zou zich daar dan hard voor kunnen maken. Hè. Maar dat heeft te maken met de functie die een stadspark, het oudste stadspark, zou moeten hebben. Want ik ben ook benaderd door de schaakvereniging. Die eigenlijk vindt dat in het oudste stadspark een schaakplek zou moeten zijn. Want als je daar zit en je zit rustig te schaken, is het een fantastische omgeving. Ja. Ja, En het brengt, er zit Challing Visser, staat er nu, hè, met een werk, een Boeddha. En die bracht hij vorige week. En dat vond ik ook een heel mooi interactiemoment. We hebben een beetje hetzelfde, hoe noem je dat? Sokkels heet dat, hè? Ja, sokkels. Ja. Ja, sokkels staan. En dus Roel en Henk van Bennekom hadden een sokkel gemaakt, hè, waar de Boeddha zou komen te staan. Maar ja, Challing wilde toch een andere Boeddha zelf. Hè? En, dus die kwam een stukje verder op te staan. En toen hadden we zo'n discussie met een mevrouw. Die zei eerst, ja, maar Giske, wat is dat toch in het park? Allemaal rommelige dingen staan er. Nou, dan heb je al met die kunstenaar gesprek over kunst. Maar toen was er dus discussie, waarom staat daar een lege sokkel en daar die Boeddha? En dat legt hij dan uit van, ja, de Boeddha is misschien daar wel begonnen, maar een Boeddha, hè, die verlicht en die denkt en die filosofeert, is nu verplaatst, gaat een half jaar lang beelden, het beeld vormgeven, doordat het blad gaat groeien, de struiken komen, dan zie je zijn koppie nog net meer en dan gaat hij weer weg en dan is het najaar en dan kan hij weer terug naar de sokkel en dan gaat hij het park weer uit. Nou, zo'n interactie, nou, ja, weet je, daar geniet ik van, dan ben ik blij dat ik tegen het park woon. Op zich is dat wel een heel, heel mooi verhaal. Ja, en die mevrouw, ja, die woonde in de Wilhelmina Stichting en die zei, ik wandel je drie keer in de week en ik vond eigenlijk het Wandtweepark mooier, maar nu is het Wijzigpark wel mooi. Dus tegen iedereen, kom maar naar Wijzigpark. Dus in die zin, het werkt en ja. Het voegt iets toe. Ja, waar, Roel? Nou hadden we het net eventjes over de beeldenroute in Papendrecht. Daarvan weet ik in ieder geval En Zwijndrecht, dat
die beelden voor een deel ook door kunstenaars in bruiklijn zijn gegeven aan de stichting die je daar verzorgt. Ja, dat klopt. Ja. Ik weet ook dat die stichting de paar duizend euro die ze krijgen mogelijk kwijtraken omdat Papendrecht denkt dat er bezuinigd moet worden. Het is werkelijk schandalig. Het is ongelooflijk hoe zo'n gemeente nou mee om. Als ze weet voor hoeveel waarde daar staat. En dan praat je echt over honderden duizenden euro's aan beelden. Mm-hmm. Voor een subsidie die nou ja, nog niet genoeg is om de zaak te verzekeren. Nee. En dan nog de moed heeft om te zeggen van die paar centen hebben we niet. En ook schande. Als je over Papendrecht denkt, als je ene plek hebt waar je mensen even langs wil sturen, is het toch die beeldenboulevard, want zo heet die tegenwoordig. Ja. Doodzonde, onbegrijpelijk, stom. Ja, maar dan zit ik stiekem te denken. Nee, ik bedoel, jij verwees net naar de omwonenden van Park Merwestein. Ik zit dan stiekem te denken, moet er niet een stichting komen die de beeldenboulevard en Park Merwestein en die gezamenlijk een Drechtstedenvuist maakt om te zorgen dat we vaker en misschien wel permanent kunnen genieten van hele mooie beelden. Oh, daar wil ik graag op reageren. Kijk, het grote plan van het beeldenpark is juist altijd geweest. We willen een verbinding maken tussen alle steden langs de Drechtoevers. Daarom heet het ook beeldenpark Drechtoevers. Mm-hmm. En dat hebben we nagestreven. We zijn begonnen in Zwijndrecht, overgestapt uiteindelijk naar Zwijndrecht. Er staat nu in Alblasserdam ook een deel daarvan. Die uitbreiding is een doel. Ook Dordt hebben we erin proberen te betrekken. Ja. Maar Dordt is er tot een aantal jaar geleden altijd toch afwijzend op geweest. We hebben wel een verbinding gelegd. Je kon bij Zwijndrecht de pont nemen. Er is een route gemaakt door Dordrecht heen en de pont weer door naar Zwijndrecht. Mm-hmm. Maar echt zelf beelden plaatsen in Dordrecht was moeilijk. Want Dordrecht wilde zijn eigen beeldenbeleid houden. Ja. Maar het is zeker een mogelijkheid. Het is juist zo leuk. Maar dan brandt de vraag mij op de lippen. Hoe kijk jij als kenner naar het beeldenbeleid van Dordrecht dan? Je moet wat dat betreft je als beeldhouwer zelf niet te veel daarin mengen. Er zijn dus mensen die daarover gaan, die erover nadenken. Mm-hmm. En daar heb je soms, denk je van, dat is hem. En soms denk je, dat zou ik nooit gedaan hebben. Ja. Maar dat is ook ja, toch heel persoonlijk. En dat mag ook zo blijven. Ja. En nu hebben we op dit moment een andere actuele discussie over een wel heel erg hoog beeld. Hanneken van Gerard Lentink. Ja. Hoe kijk je daar dan naar? Ja, zou jij het graag geplaatst zien? Het is waanzinnig dat zo'n kunstenaar de moed en de kracht en de doorzettingsvermogen heeft om zo ver te komen met zijn beeld. Dan moet je helemaal stapelgek in de positieve zin zijn. Dat je zo ver komt dat je nu een punt benadert dat je het kan realiseren. De centen zijn er. En dat er dan zo'n klein kinkje in de kabel komt. Wat even dan ja, alles doet trillen. Ja, zo'n beeld moet je daar zetten. Ja. Waarom niet? Dus we moeten het kinkje in de kabel oplossen wat jou betreft. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat, zo'n kans krijg je nooit meer. Als je zo ver bent in zo'n traject. Nee, het is echt, het is once in a lifetime, hè? Ja, ja, daarom precies. Ja, ja. Nee, doen. Ja. Ik wil ook graag nog aan jou vragen, Roel, om een van de werken van laat ik het maar zeggen, de oudere generatie eruit te lichten en daar wat over te vertellen. Ja, het meest voor de hand liggend dan dat ik mijn eigen vrouw ertoe pak. Want mijn vrouw is ook beeldhouwer en maakt ook hele mooie, simpele beelden. Nee, ik, en het gekke is, hoewel ik ze heel vaak gezien heb, ja, ze blijven mij boeien. Ja. En dan praat dat, over dat geldt zowel voor uw vrouw als voor het beeld. Beide, als ze achter elkaar staan, dan ben ik niet meer te houden. Zelfs separaat. maar dat beeld is dus vlak bij de ingang van het park. Hè? Mensen aan de stadszijde zou je kunnen zeggen. Dus vanaf Kunstmin? Nee, niet vanaf Kunstmin. Nee, vanaf de hoofdingang, stationkant zou je kunnen zeggen. Okay, en dan ontmoet je inderdaad een cirkel die deels van staal en deels van brons is. En die ook die prachtige ruimte van het park eigenlijk helemaal in zijn bezit neemt. Die zowel zeg maar, de transparantie van de omgeving pakt, als ook weer ja, dat moment van dat stukje wat je eruit ligt. En ook heel leuk hoe je daar mensen op ziet reageren, want daar gaan mensen bij staan en gekke bekken trekken en doorheen lopen en zo. Een beeld wat heel statisch lijkt, maar toch heel veel interactie eigenlijk weer oproept. En dat is toch wel, ik hoor het steeds van jullie, het kenmerk waar je op hebt proberen in te zetten dat beelden wat los moeten maken en dat er interactie moet ontstaan. Nou, dat is wat wij als buren met het hele project ook willen. Hè? Dus, het is weer interactie op verschillende manieren. Nu is dit de eerste stap, hè? Met de kunstenaars de beelden neerzetten. Mm-hmm.
De tweede stap is dat we met de scholen, hè, daar beginnen we half april mee, de scholen uit de omgeving een programma gaan doen waar kinderen naar het park komen en waar ze vanuit verschillende disciplines ervaringen opdoen. Hè. Dat kan met woorden zijn, dat kan met beweging zijn, dat kan met taal, hè, dat kan, ze gaan met housecall dingen. Mm-hmm. Hè, dus dat ze zo het park ervaren, dan hun ouders meenemen. Kijk eens, wat wij beleefd hebben, wat wij zien in het park. Dan zijn we dan zouden we tussendoor allemaal rondleidingen hebben. Ja, dan heb je die domme corona dat dat niet mag. Hè. Maar daar vinden we nog wel iets op. En dan hebben we in het augustus, september, hebben we een fotowedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Dus je kunt nu al foto's maken, maar pas in augustus inleveren. Omdat we dan hopen dat die interactie er ook weer is. Hè. Want een boom en een beeld nu is anders dan over een paar maanden. En iedereen ziet iets anders. Roel heeft een beeld, of die heeft... Ja, ik noem dat wuivend riet, maar jij noemt het anders. Hè? Maar goed, dat is prachtig. En nu bloeit de forsythia. En dat blauw van het beeld loopt uit in gouden puntjes. Nou, weet je, dat kust in een foto, kust elkaar. Dus dat is heel mooi. Ja. Dus zo hopen we ook dat mensen interacteren met elkaar en met elkaar in gesprek zijn. En wij willen echt dat alle leeftijden er komen. Dus we hadden ook mensen van Heliantus en van het huis op de Vest. Hè? Dus voor mensen die iets minder goed weten hoe het vandaag is, dat die ook komen. Maar ja, dat ligt nu even allemaal stil. Want het park is echt voor en van iedereen. En als het gaat om foto's maken, een fotowedstrijd of expositie, wat voor een vervolg wordt daar dan aan gegeven? Gaan we dan ook beleven dat die verschillende beelden die gemaakt zijn, zichtbaar gaan worden? Ja, daar gaan we iets mee doen. Hè? Dat gaat ingeleverd worden via onze e-mail, info@beeldenparkdordrecht.com. En dan is er een jury. Wil je dat nog één keer langzaam herhalen? Pardon. Dat is ook gelijk de website. Beeldinparkdordrecht.com. Oké. En als je dan info zet, dan komt de mail bij mijn buurvrouw en bij mij terecht. Oké. Dus, En dan hebben we een jury. Daar zit Fokko Verstraat in. Daar zit Frits Baarda in. En daar zit Piet Bama zit in Kunstmin. En hoe heet hij van de DAF? Teun of Teus de Groot. Oké. Okay. En wekelijks kijken we welke jongeren en welke ouderen een foto hebben. En dan kiezen we een eikpunt waar je naar kijkt. Dus de ene keer kijk je vanuit de paddenstoel, de andere keer kijk je vanuit de bom. Nou, zeg maar wat, hè? Ik fantaseer. En dat ga je dan maar op de site plaatsen? En dat gaat op onze site komen. En we gaan proberen om daar een streaming mee te maken. Bijvoorbeeld met Dordrecht.net. En ik kan me ook voorstellen dat jullie als Via Culture daar iets in meedoen. Daar is, kunnen we het wel over hebben, Gert-Jan? Daar is altijd over te praten. Om daar wat leuks mee te doen natuurlijk. Ja, dus, dus dan hopen we dat iedereen ernaar kijkt. Ja. En je hebt al een paar keer genoemd. We hebben natuurlijk erg veel hinder van corona op dit moment. Ja. Dat er heel veel niet mag. Nou, wat ik wel speciaal even wilde noemen, want de vorige keer heb ik wat gemopperd op de stadskunstenaar die buiten beeld was en die gaat in deze periode wel performen. En die heeft aangeboden in de zomerperiode vanuit zijn werk of met zijn werk, vanuit zijn stadskunstenaar zijn, ook iets te doen. Oké, want we hebben het dan over Erik Zepp. Die was inderdaad, ik was ook wel op zoek van wat gebeurt er nou precies rondom het stadskunstenaarschap. Maar hij is een van de exposanten in het park ook. Hij staat een beetje tegenover Marie Thewe. Ja. Dus bij de ingang op de Vriezenweg. Ja, kun jij duiden, want Sepp hoort ook bij die moderne lichtingkunstenaars die gedreven zijn door die inhoud en die verbinding met die samenleving zoeken. Hoe heeft hij dat vormgegeven? Nou ja, er staat daar dus een sokkel, een houten sokkel. Daar staat een houten paal op. Een houten paal die bovendien nog, zou zeggen, vanuit twee delen samengesteld is. Kennelijk was een stokje tekort of zo. Mm-hmm. En daar staat er bovenop een camera, tenminste dat lijkt erop. Ja. Het lijkt als het ware of dat beeld eigenlijk het omgekeerde doet wat normaal gebeurt. Het beeld beschouwt het beeld kijkt eigenlijk wat wij aan het doen zijn. Ja. Misschien dat het wel de moeite waard is. Dus, Maar ook dat roept nu al discussie op. Hè? Een kind zegt, kijk mama, er zitten vogels op, want er zitten spriet aan. Mensen uit de buurt zeggen, jee, dat stond toch bij het Kromhout. Want Kromhout is een wijk in Dordrecht of een buurt in Dordrecht. Die denken dat het een bewakingscamera is. Ja, bij die mensen roept het, het is toch net weg bij ons en dan staat er alweer een. Dus weet je, ook dat roept, weer dat woord interactie, dat roept wat op bij mensen.
En dat, ja, dat vind ik de kracht van kunstenaars. Het moet oproepen. Ik vond het wel grappig. We hadden het net over dat... ik dacht even dat de opening was dat Piet Sleking... in ieder geval een tweet plaatste dat hij wat bij de beelden in het park gedaan had. Op Facebook ging het al meteen heel levendig... met allerlei buurtbewoners die... Met allerlei buurtbewoners die ook met elkaar op Facebook al over praten. En die in ieder geval ook blij zijn dat het er is. Maar dat zijn we ook. Want de route met de regelgeving was niet zo simpel. Je begon met te zeggen, het is een historisch pand. Dus daar moet de Omgevingsdienst Zuid-Hollands bij betrokken zijn. Daar moet de Welstandcommissie iets over zeggen. Moet Monumentenzorg iets over zeggen. En we hadden met Roel en Henk al de afspraak. En er waren al voortransporten geweest. Mm-hmm. Want Lucien den Arend woont in Finland. Ja. Had vorig jaar zijn steen al laten snijden. Die lag tijdelijk in... Achterduinen, in Oudorp. In Noodorp, of hoe heet dat Oudorp, daar? Nou, ja. Mm-hmm. Oudorp. Ja. En dus al dat transport. Het vraagt ook iets van gemeentelijke... Maar wat mij opviel, hè, wij hebben dat daar ingericht, hoeveel mensen positief reageren. Ja. Wij zijn best iets gewend als je kunst in openbare ruimte zet. Ja. Altijd gezeur, altijd mensen die je dat niets vinden. Ja. Maar in dit park heb ik op het moment dat ik er was, niets lelijks gehoord. Ja. Ja. En dat is heel bijzonder. Dus, en misschien hebben we het wel ook aan de kwaliteit van het park te denken. Ja. En laten we dan nog even naar Lucien den Arend kijken. Ik bedoel, Geeske noemde hem net al... Ik weet dat van hem ook op de Beeldenboulevard aan de overkant van de rivier werk staat. Ja. Wat is van hem, toch iemand met een rijke historie in deze regio, voordat hij ooit naar Finland trok. Wat heeft hij in het park? Hij heeft nu in het park liggen een hele grote zwerfkei. Maar die zwerfkei heeft hij dus heel mathematisch eigenlijk aangepakt. Dus daar zit een zaagsnede in, die als je daar naar kijkt, dat je eigenlijk niet helemaal begrijpt, hoe loopt dat nou? Je moet er drie keer omheen lopen en weet je het nog niet. Maar het is gewoon heel mathematisch en heel meetkundig. Ik ga er omheen lopen, ik hoor de eindtune. Dit beeld blijft in Dordt van Lucien. Okay. Gaat daarna naar het CBK aan de Voorstraat. Oké, Geeske bedankt. Roel Theo, bedankt. Dames en heren, dit was Via Cultura Weekend Magazine voor deze week. Tot volgende week. Goede vrijdag. Ik ga verzinnen of we iets met Pasen kunnen. Tot dan.